McDonald's. Dat is het eerste wat in je opkomt als je aan Bangalore denkt. Deze stad heeft 6 miljoen mensen en heeft er alles. Een moderne bruisend centrum, volop uitgaansgelegenheden, knipperende uithangborden. Het verkeer hier raast 24 uur per dag door. Overal waar je komt zijn bussen, taxis, auto's, rickshaws, noem maar op. En daar fietsen ook nog mensen tussendoor. Het is er echt iedere moment van de dag een chaos. Maar schijn bedriegt, want als je goed om je heen kijkt, kan je in Bangalore ook plekken vinden waar je lekker relaxed kan zitten en echt even tot rust komen. En wij zoeken die plekken voor je op. We zitten nu in een rickshaw en dat is de ideale manier om de stad door te komen. Het kost je bijna niks. Een paar roepjes kom je de hele stad door. En het is ook een relaxe manier om even van de stad te genieten en op het uitzicht te letten. Het kan wel een beetje een bumpy ride zijn, maar dat is ook weer leuk, dat hoort wel bij India. We zijn hier in Cuban Park en hier kan je gewoon goed tot rust komen, omdat het lijkt op een stukje ongerepte natuur. Er zijn maar weinig mensen hier in de buurt en je kan toch genieten van de hele hoop flora en fauna. Het lijkt alsof er weinig onderhoud wordt gedaan, maar het is meer typisch Indisch. Zolang het nog werkt, dan hou je het zo. We zijn net een stukje gelopen omdat we de drukte even uitbouwden. We zijn buiten de gebaande paden gegaan, we zijn lekker een stukje gelopen. Als je te ver loopt en niet meer weet waar je bent, kan je altijd een goedkope rickshaw weer terug naar de stad pakken. Maar zoals je ziet is het een moestoen en is het heel erg hard gaan regenen. We staan nu even te schuilen. Dus neem wel even wat droog mee, een paraplu'tje of zo. Bangalore was vroeger het centrum van de Engelse nederzetting hier in India. Deze stad had een al snel een voorsprong ten opzichte van andere steden, omdat in de jaren 40 hier zo de eerste vliegtuigfabriek zich zettelde. Daarna vestigde de elektronica en softwarebranche zich hier. Zodoende is de fruitgang niet te stoppen. Wolkenkrabbers schieten uit de grond, ze zijn bezig met een nieuw internationaal vliegveld en zijn bezig met de vogelsnelweg door de stad heen. Hier achter mij staat de Bull-tempel, die in de buurt staat van de Ganesh-tempel, waar we net waren. Maar we mogen daar helaas niet naar binnen, omdat ze daar nu aan het schoonmaken zijn, vanwege het festival dat er binnenkort aankomt. Verder is het ook erg handig als je hier in de buurt bent, dat je af en toe je schoenen uit doet, want anders word je net zoals wij weer weggestuurd, omdat je eigenlijk gewoon heiligschennis aan het plegen bent. Maar goed, we gaan nu kijken of we wel genoeg karma hebben om hier binnen te komen. Deze tempel is heel erg ontspannend, dus zodoende kan je het ontspannen combineren met het ontdekken van de lokale Hindoe-cultuur. We zijn nu in Lalbagh Botanical Gardens. Dit park is in tegenstelling tot Cuban Park, waar we gisteren al waren, is dit echt super goed onderhouden, heel netjes. Zoiets als wat je in een westers park zou verwachten. Daarnaast is het een, niet alleen gewoon heel ontspannend in de zin van dat het mooie natuur is en dat je op de achtergrond lekker een vogeltje hoort fluiten en dat je nog allerlei andere leuke dieren hier rond ziet warrelen. Maar het is hier ook heel rustig in de zin dat niemand aan je jasje komt trekken in tegenstelling tot andere plekken in India waar je voortdurend wordt gevraagd of je iets wil kopen. En zodoende is het hier echt gewoon heerlijk rustig, goed ontspannen en gewoon lekker alles op je in laten komen. Dit gebouw. Hier wordt iedere week bloemenshows gegeven. Dan kan je bloemen kopen of verkopen, alsof heel veel gebeurt. En dit gebouw is een replica van de Crystal Palace, die ook in Londen staat. Oké,
Oké, we rijden nu weg naar Bangalore. Dat is een leuke per dagen om een beetje de stad te leren kennen en te kijken waar je nou kan relaxen van de drukte van de stad. We rijden nu weg met een luxe citybus. Je hebt alle comfort die je wil en dan kan je nog even een beetje naar buiten kijken en dan genieten van je laatste momentjes Bangalore. Of niet, Erk? Ik vind het een mooi einde. Zeker weten. Tot ziens. Houdoe. Wat is het?